Hey, ik ben Sam en in deze video gaan we kijken naar de Kobo Arc. Dit is een 7-inch tablet die eigenlijk het model volgt zoals je dat kent van de Amazon Kindle Fire en de Barnes & Noble Nook. In Nederland is het niet super bekend, maar dat betekent goede hardware voor zo min mogelijke prijs op de markt brengen, omdat er andere mogelijkheden zijn om te verdienen. Kobo is een boekenwinkel en deze tablet is dan ook heel erg op ingericht om het lezen te stimuleren, maar ook de aanschaf van boeken te stimuleren. De Kobo Arc is dus een 7-inch tablet met een HD-scherm, of in ieder geval een scherm met een resolutie van 1280x800 pixels. En het scherm is gewoon heel erg goed. Het heeft echt enorm goede kijkhoeken. De resolutie en daarbij behorende PPI, hè, pixels per inch, is gewoon erg goed. En daardoor zijn teksten en dat soort dingen erg goed te lezen. Belangrijker dan contrast en kleurweergave misschien wel, is dat dit scherm een soort kwaliteit heeft die ik zou omschrijven als rustig. Als je aan het lezen bent, is het niet vermoeiend voor je ogen. Sommige schermen die flikkeren een beetje op het moment dat je aan het scrollen slaat. En dat is toch echt een verschil met het Kobo Arc scherm. Dat is echt een prima scherm. Goed, als we eerst eventjes de tablet gaan bekijken qua knoppen, aansluitingen en dat soort dingen. Dan zien we aan de voorkant natuurlijk het 7-inch scherm. En aan de bovenkant zit dan een 1,3 megapixel camera. Dat is prima voor videochatten op Skype of wat dan ook. Aan de onderkant zitten dan stereo speakers. Die zitten aan de voorkant verwerkt, zodat het richting de gebruiker wordt gestuurd. Aan de zijkant zien we dan een koptelefoonaansluiting en de volumeknoppen. De bovenkant zit een aan-uitknop met een LED-statuslampje. En aan de onderkant zit dan nog een mini-USB-aansluiting. En dat is dus vrij spartaans. Geen uitbreidingsmogelijkheden zoals SD-kaarten of wat dan ook. Dit is waar je het mee moet doen. De Kobo Arc komt in 16, 32 en 64 gigabyte. De tablet draait op Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Een bekende versie van Android, maar niet de laatste versie van Android. En ook zeker niet de beste versie van Android. Toch draait het allemaal stabiel en heeft Kobo heel veel aanpassingen gemaakt, zeg maar, aan de skin. Niet echt aan de standaard weergave op het moment dat je in de app tray komt of in de notificatiemenu. Maar vooral, zeg maar, de homescreens. En dat kan ik het beste omschrijven als mappen plus. We zien hier een paar verschillende mappen al op het scherm staan. Tapestries noemt Kobo het. Lezen, entertainment en bookmarks. Als ik iets scroll zie je ook nog sociaal. Maar laten we natuurlijk gewoon die van lezen bekijken. En dan zie je dat het eigenlijk fungeert als een nieuw homescherm. En je ziet bijvoorbeeld dat ik hier een boek aan de voorkant heb vastgeplakt. En we zien hier een leeswidget dat ik 6,5 uur bezig ben in een boek. Zien hier wat andere dingen. Nog een boek, nog een boek. Je kan van allerlei dingen vastplakken aan zo'n tapestry. In zo'n map, zeg maar. Dat kunnen plaatjes zijn, dat kunnen websites zijn, boeken. Noem het allemaal maar op. En komt dan, zeg maar, in het nieuwe homescreen komt dat weer terecht. Nou, dat zijn die tapestries. Tapestries kan je natuurlijk gewoon zelf samenstellen. Je kan nieuwe maken, je kan ze aanpassen. En je kan ook weer tapestries in tapestries zetten. Dus je zou bijvoorbeeld tot in de treuren kunnen organiseren door te zeggen van Nederlandstalige boeken, één tapestries. En dan thrillers en comedy of wat dan ook. Zou je allemaal apart weer onder kunnen verdienen in weer een nieuwe map binnen die map, zeg maar. Ook erg belangrijk is, aan de onderkant zit de Kobo ontdekbar. En dit is een ribben onderin, hè? Een balk onderin, waar allemaal aanraders worden laten zien. Dat zijn bijna altijd boeken. Boeken die je kan kopen via de Kobo Store. Ik wou kopen zeggen in plaats van kopen. En dat werkt dus gewoon op die manier. Maar er worden ook andere dingen aangeraden. Even kijken, wat zien we hier? Hier wordt een podcast aangeraden. This American Life. Oké, dit gaat over een podcast over of varkensanus naar calamari kan smaken. En of het op die manier wordt verkocht. Zou je denken, wat is dat nou voor een aanrader? Maar ik heb die podcast al geluisterd. Dus in zoverre kennen ze me. This American Life is gewoon echt een enorme aanrader. Dus er worden dus ook andere dingen aangeraden. Websites, artikelen, maar vooral dus veel boeken. Die Kobo balk aan de onderkant, die kan je niet aanpassen. Kobo heeft wel allerlei tools geïnstalleerd, zeg maar, om je tijdens het lezen in de gaten te houden. En badges te geven voor prestaties van, hey, je hebt 's nachts gelezen of wat dan ook. Maar er is ook een smaakprofiel. Met dat smaakprofiel kan je, zeg maar, invloed uitoefenen over wat Kobo van je denkt. Wil je een boek wel of niet lezen? Of heb je een boek al gelezen? Zou je een boek lezen? En als je een boek al hebt gelezen, kan je bijvoorbeeld zeggen van, nou,
Goh, dat vind ik, vond ik 4 of 5 sterren. En op die manier kan je dus kan je zeggen van goh, dit is mijn smaak, zeg maar. Dat is erg handig, dat soort dingen zijn erg leuk. Goed, dat zijn dus de tapestries en de Kobo-ribben. Er zijn ook wat dingen als pop-ups en dat soort dingen. Dat is toch allemaal vrij agressief, hè, die promotie van die content. Maar dat is nou eenmaal wat je opgeeft als je een goed product voor weinig wil hebben. Want €199 is echt een solide prijs voor deze tablet. Het is een, hij is wat groter, of wat zwaarder en wat dikker dan bijvoorbeeld een iPad mini. En het scherm is ook weer niet zo goed als bijvoorbeeld een e-inkscherm op een Kindle. Maar het is aan beide kanten, zeg maar, als e-reader en als tablet, is het echt een solide product. Het is een van de beste schermen, hè, LCD-schermen of IPS-panels, hoe je het ook wil noemen, waar ik op heb gelezen. En het houdt gewoon goed vast. Het is het voelt stevig aan. Het scherm dat iets wat verzonken ligt, is handig is op het moment als je hem wil vervoeren of op tafel legt. Het is niet superveel, ja, hoe noem je dat? Je hoeft niet heel veel zorgen te maken over dat je kras maakt op het scherm, omdat hij wat verzonken ligt. Maar het ziet er allemaal wel wat ouderwets uit. Maar nogmaals, dat is nou eenmaal de afweging die je maakt als je deze tablet aan het overwegen bent. Al met al echt een solide product. Ik vind de speakertjes die aan de voorkant zitten, vind ik goed geplaatst, maar van beperkte kwaliteit. Ik ben niet erg van onder de indruk. Maar goed, dat is eigenlijk nooit zo bij een tablet natuurlijk. Ook erg belangrijk om te weten is dat de Kobo Arc gewoon een Android-tablet is met goedkeuring van Google. Dus je hebt gewoon toegang tot alle Google-apps, Gmail, noem het maar op. En maar vooral belangrijk, de Play Store. Dus je kan zelf apps gaan installeren en alles doen om die tablet helemaal naar je smaak te maken. En heb je een hekel aan de skin, zeg maar, van Kobo, dan zou je kunnen overwegen om gewoon een custom launcher te gebruiken. Dus je krijgt een wereld aan mogelijkheden. Dual-core processor met 1 GB RAM geheugen is niet hypermodern, maar voor het meeste gebruik prima, prima te doen. Niet super snel, wel stabiel en gewoon goed bruikbaar. Goed, voor €199 is dit wat mij betreft echt een aanrader. En verdient die om overwogen te worden op het moment dat je voor een kleine tablet in de markt bent. Toch is het natuurlijk de Nexus 7 die meer geheugen heeft, betere ondersteuning vanuit Google, hè, voor de nieuwste versies, nieuwste functies. Ook een prima goed scherm heeft, ook een prima bouwkwaliteit heeft. En natuurlijk de iPad mini die weer op heel andere punten erg belangrijk en goed scoort. Het is een Apple product met de bouwkwaliteit van Apple en vooral ook het ecosysteem van Apple wel een stuk duurder. Maar het is dus zeker eentje die in dat rijtje thuis hoort om overwogen te worden. En meer dan dat hadden ze denk ik ook niet kunnen hopen. Dus nou ja, goed, dat is mijn indruk en mijn review van de Kobo Arc. Heb je een vraag over dit of over een ander filmpje? Laat een reactie achter op tabletsmagazine.nl/vraagbaak of onder YouTube. Voor nu is het hem weer. Tot de volgende keer.